Wow. Ik lijk wel een leeuw. Hi iedereen, welkom terug bij weer een nieuwe video. Ik ben Serene Verbon van Beautylab.nl. En vandaag gaan we iets heel erg leuks testen. Namelijk een vintage beauty set van Philips. Deze set heb ik gekocht via Marktplaats voor 10 euro. De verkoopster zei, hij is van mijn moeder geweest. En mijn moeder zegt dat het allemaal nog werkt. Vond ik heel erg bijzonder, want hij komt uit de jaren 70. Dat betekent dat hij gewoon bijna 50 jaar oud is. En het lijkt me gewoon zo leuk om deze vintage beauty set te testen. Voor het eerst met jullie. In die tijd, in de jaren 70, was dit waarschijnlijk de beauty set die je gewoon moest hebben. Gewoon de beauty gadget must have van dat moment. En ja, in de jaren 70 was het natuurlijk veel minder op beautygebied dan ja, nu anno 2019. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. Wat zit hierin? Wat kan je ermee? Werkt er überhaupt nog? We gaan het gewoon meteen maar testen. Nou, het is dus een rond plat doosje. En als je hem opent... Oeh! Oh my god, ik dacht dat hij kapot ging. Als je hem opent... Is dit een beetje van fluweel? Hetzelfde logootje. Er zitten hier instructies bij, geloof ik, in verschillende talen. Dit was denk ik het beauty-ideaal van de jaren 70. Hele dunne vraagtekenkop, wenkbrauwen. Heel veel wimpers. En het mocht er best uitzien alsof ze dus opgeplakt waren. Parelmoer, nagellak. En voor de rest redelijk natural. En dan een zilveren oogschaduw. Wauw. In die tijd was het waarschijnlijk helemaal je van het. Maar het ziet er gewoon altijd uit alsof je een vraag hebt als je zo kijkt. Nou, Samantha uit Utrecht waterproof, dat weet ik zeker. Nou, wat zit er allemaal in de kit? Het is allereerst is het een lady shave. Ik heb een lady shave nooit echt begrepen. Ik heb zoiets van, als je iets wil scheren, dan doe je dat toch gewoon met een scheermesje. En niet met een... Nou ja, ik weet het niet. Het kan natuurlijk ook gewoon prima met een lady shave. Maar... ja, zelf ben ik altijd meer gewoon van de scheermesjes. Maar goed, als je dus wel van de lady shave bent, nou ja, dan zit in deze set dus ook een lady shave. Nou, een lady shave, ik heb geen idee hoe lang een lady shave al bestaat. Maar wat zo innovatief is hieraan, en zeker in die tijd, is dat je dus de kop kan weghalen. Dus het lady shave gedeelte. En dan heb je allemaal opzetstukjes. En deze opzetstukjes zijn bedoeld voor een manicure of pedicure. Zoals je ziet, dat zijn vuiltjes allemaal, borsteltjes om het allemaal mee schoon te maken. En deze kant is bedoeld voor skincare. Dus dit is om je gezicht mee te masseren, om crème aan te brengen, lotion aan te brengen, dat soort dingen. Nou, ik heb dit gedeelte al gedesinfecteerd, want dat wil ik ook gaan gebruiken. Dit vind ik gewoon echt te tricky. Ik heb het gewoon in de 70% alcohol gestopt en een nachtje laten staan. Ik denk dat het wel gewoon gedesinfecteerd moet zijn. Ja, en anders merk ik het snel genoeg. Laten we allereerst maar even gaan kijken of die het überhaupt doet. Als hij het niet doet, is dit dus een hele korte video. Als hij dan al überhaupt online komt. Ja, dit ding is gewoon bijna 50 jaar oud. Eerlijk gezegd ben ik bijna verbaasd als hij het zou doen. Ik ga maar even inpluggen. Dat haar van mij. Oké, hij is ingeplugd. Hij gaat niet automatisch aan. Hier aan de zijkant zit wel een knopje. Oh, hij doet het! Nou, Ik vind het wel heel ik vind dit gewoon wel echt heel knap. Gewoon een ding uit de jaren 70 dat het gewoon nog doet. Of is dat niet zo gek? Ik weet het niet. Tegenwoordig gaat alles zo snel stuk met die kwaliteit van AliExpress en Wish natuurlijk. Vroeger maakten ze gewoon nog echte kwaliteit. Net zoals Nokia telefoons. Die waren ook niet kapot te krijgen. En kennelijk een Philips beauty set uit de jaren 70 doet het ook nog steeds. Nou, dat doet Philips dan wel weer heel erg goed. Nou, dit opzetstuk ga ik dus nu verwijderen. Gadver, er kwamen allemaal haren uit. Nou, het lady shave gedeelte heb ik er dus afgeklikt. En dan heb ik hier het opzet, een ander opzetstuk. Ik denk dat hij, ja, zo hoort hij erop. En dan aan dit uiteinde, daar kan ik dus weer de andere opzetstukjes doen. Even kijken, wat staat hier? Ik zoek eventjes de Nederlandse taal. Het staat in allemaal verschillende talen. Zweeds, en Engels, Duits. Dit is Nederlands. Dit is een gezichtsmassage anno 2019. En kennelijk is dit een gezichtsmassage uit de jaren 70. Krijg ik. Holy shit. Wow, dit ding is wel heftig hoor. Hij ging hard. Dit is dus het gezichtsmassage ding. Ik ga hem nog één keer aanzetten. Best heftig. Je zou bijna denken dat het voor andere doeleinden bedoeld is. Dit heet ook de stimulator.
De stimulator bevordert de bloedcirculatie met een zachte, prettige massage. Ideaal voor het gezicht, de rug van de hand, de enkels en de voeten. Oh my god, dit is misschien wel op iemands voeten geweest dus. Oké. Dan heb je ook de massageplaat. De massageplaat verstevigt de direct onder de huid gelegen spieren. Zeer geschikt voor het dikke deel van de wangen en onder de kin. Dus ja, als je bolle wangen en een onderkin hebt zoals ik, dan is die heel nice. Dan hebben we ook nog de massageroller. De massageroller ontspant de dieper gelegen spieren, ideaal voor nek- en schouderspieren. Oké, dus je kan zelfs helemaal je schouders ermee gaan masseren. Dan heb je ook nog de crèmeverdeler. Ik denk dat dit de crèmeverdeler is, want hij is een beetje squishy. Je kan hem een beetje indeuken. Dus ik denk dat je hiermee dan de crème goed in je huid kan laten trekken. En dan heb je ook nog de depper. De depper gebruikt u om lotions op te brengen. Breng de lotion op de huid aan. Maak het sponsje goed nat. En maak daarna zachte draaiende bewegingen. Zoals bij het crèmes inbrengen. Oké, ik denk dat dat dan deze moet zijn. Het is leeg. En dan heb je hier nog sponsjes. Deze zien er gelukkig ongebruikt uit. Dus die moet je denk ik een beetje ertussen wurmen. Oh kijk, daar gaat hij al. Oké, dat moet ik even goed doen. En dan kan je hiermee dus lotions nog gaan aanbrengen. Ik begin met de stimulator. En het zou dus een zachte massage moeten geven. Maar het geluid klinkt echt super heftig. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat voelt op de huid. Holy guacamole! Ik durf niet. Ik durf gewoon niet. Ik ga het gewoon doen. Oké. Oh, hij schreeuwt wel heel hard. En hij voelt ook heel hard aan op de huid. Ik heb echt het gevoel dat ik moet schreeuwen. Omdat ik anders niet boven dit apparaat uitkom. Oké. Massage is gedaan. Dan gaan we nu door naar de massageplaat voor de dikke deel van de wangen en de onderkin. Hop. Ik schreef me elke keer echt een hoedje. Deze voelt wel nice. Ik vind deze lekkerder voelen dan die harde borstel. Ik zweer het jongens, als ik morgen opsta zonder onderkin, dan is dit echt de beste aankoop ever. Eerlijk toegegeven, deze voelde best nice. Hij maakt super veel geluid. Het is gewoon niet normaal. Ik kan dit niet even in mijn badkamer doen terwijl Marshall op dezelfde verdieping loopt te slapen. Weet ik zeker dat ik gewoon wakker word bijna. Ik tril echt mijn stoel uit. Maar het gevoel, ja, vond ik best nice. Nou, de volgende die ik wil gebruiken is de depper. Ik ben namelijk gedoucht. Ik heb mijn huid gereinigd. Maar ik heb nog geen lotion aangebracht. En ook nog geen crème en dat soort dingen. Dus ik dacht, ik ga dat nu meteen doen. Het leek mij gewoon het meest logisch om dat met de depper te doen. Dus ik ga even kijken of ik dat sponsje er wat beter tussen kan wormen. Oké, het is gelukt. Ik heb het sponsje er goed in gekregen. Oké, ik ga beginnen met de solution van Glossier. De Exfoliating Skin Perfector. Dus die... Ja, hoe ga ik dat doen? Even kijken. Zo. Oké, het is opgenomen door het sponsje. I guess. En dan. Ik snap alleen niet hoe dit beter is dan een wattenschijfje. Maar goed. Ik ga er gewoon even in mee. Dan ga ik nu crèmes aanbrengen. En deze heb ik gekregen, opgestuurd gekregen. Oké, oogcrème. Zo. Dit is de Firming Eye Cream van Alpha H. Oké, ik breng een beetje te veel aan, merk ik al. En de Balancing Moisturizer en Gentle Exfoliant, ook van Alpha H. Ik zet gewoon even wat stipjes. Zo. En dan wissel ik, dan haal ik het sponsje eraf. En dan zet ik nu het squishy
blokje erop. Here we go! Het verdeelt echt letterlijk voor geen meter. Kijk, het ligt er gewoon allemaal nog op. En dit is gewoon iets wat je volgens mij beter met je handen kan doen. Oké, ik ga het gewoon lekker even met mijn handen verdelen. Ik snap wel dat als je het met dit dingetje doet, dat je dan die extra massage te pakken hebt. Maar dit ging echt niet. Het was echt crèmeverdeler. Er werd gewoon letterlijk niks verdeeld. Het bleef gewoon op de plek. De enige die ik nog niet heb geprobeerd is dit Lego blokje opzetstuk. Dus ik ga die gewoon even erop zetten. Ik ga mezelf gewoon nog even een laatste massage geven met het Lego blokje. Kijken hoe dat aanvoelt. Tja, heel eerlijk, best relaxed. Maar voor het gezicht, ik vind hem best heftig. Nou, ik vond dit zo leuk om te proberen. Ik heb gewoon een beauty gadget geprobeerd, maar dan uit de jaren 70. Dit is wat in die tijd een beauty gadget was. Ik heb echt het idee dat dit super hot was. Dat gewoon elke zelfrespecterende vrouw die er gewoon een beetje representatief uit wilde zien, had deze Philips beauty set in huis. En ik vind het echt leuk dat ik hem nu heb uitgeprobeerd, dat die überhaupt nog werkte. En dat ik toch een soort van beetje terug in de tijd ben gegaan door dit te gebruiken op mezelf. Eigenlijk is het ook heel erg van de tijd van nu om gewoon met massages, gezichtsmassage, rollers en dingen aan de slag te gaan. En de Philips VisaPure anno 2019 heeft ook verschillende opzetstukjes. Hij heeft natuurlijk borstels om mee schoon te maken. Maar hij heeft ook verschillende opzetstukjes met balletjes om crème aan te brengen in het gezicht. Terwijl je aan het vibreren, trillen, masseren bent. Dus eigenlijk, ja, dit is gewoon de voorloper van de VisaPure. Dat is echt hartstikke leuk. Nou, ik ga alles nog even schoonmaken en opbergen. Het was super leuk om getest te hebben. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Als je het ook leuk vond, doe dan zeker een duimpje omhoog. En als je dol bent op beauty gerelateerde video's, zou ik het heel erg leuk vinden. En absoluut waarderen als je zou willen abonneren op mijn kanaal. Dat kan door op de rode knop abonneer te drukken. En als je dan toch aan het klikken bent, klik dan daarna meteen even op het belletje. Want dan krijg je notificaties. Dus elke keer als ik dan een nieuwe video heb geüpload, krijg jij ervan een melding. En zo hoef je geen enkele video van mij te missen. Ik ben heel erg benieuwd. Wat is het alleroudste beautyproduct of make-up product dat jij in je bezit hebt? En weet je ongeveer uit welk jaartal dat komt? Laat het achter in de comments. En dan hoop ik jullie snel weer terug te zien in een volgende video. Doei!